die kwam uit je tenen. Ja, die kan je wel zeggen. Ja, die kwam uit mijn tenen. Ik vond het heerlijk om hier een goal te maken. En ja. Stond een rekeningetje open. Die is bij deze verheffen, denk ik. Ja, dat is iets verheven. Hoe voelt dat? Heel goed. Dit vinden wij thuis heel lekker. Ja? Ja, zeker. Ik sprak mijn moeder net al. Een trots op je. En goed gedaan. Over je moeder gesproken, die ziet ook dat ADO een stapje dichter bij de halve finale is. Je vader is nog niet veilig. Wat dat betreft gaat het bij haar misschien ook wel een beetje borrelen nu. Dat is wel grappig dat je er ook over begint. Want mijn moeder vindt dit scenario heel erg. En die zegt dat ik een verkeerd stukje kip krijg in de komende week. Naar, als dat zou gebeuren dan. Maar hey, dit vindt zij niet mooi. Even terug naar de wedstrijd. Je begint met een vervelend moment, want je hebt Verheid niet. Dat is toch jullie kapstok. Hoe vind je dat jullie dat opgelost hebben? Want uiteindelijk had ik niet het idee dat je hem, nou ja, voorop wel, maar in het spel miste. Nee, omdat wij dat best wel goed opgevangen hebben. In het begin met Ricardo en later deed Sammy zijn rol vervullen. En die deed dat ook heel goed. Dus ja, dat was, nee, we hebben hem niet gemist, al mis je hem altijd, zeg maar. Is dat mentaal lastig aan het begin van zo'n duel? Ja, want hij is heel belangrijk voor ons in het ballen vasthouden, in goals maken, in de ploeg meenemen, zeker in zo'n wedstrijd. Dus dat was lastig, maar we hebben het supergoed opgevangen en blij mee. De wilskracht, de vechtlust, alles zat erin, hè? Ja, iedereen heeft alles gegeven. Ik kwam net de kleedkamer in, iedereen was op. Maar zaterdag moeten we weer aan de bak goed herstellen. En dan volle bak voor... Boy Kemper zei voorafgaand aan het duel, ik wil graag het voetbal van Volendam thuis zien. De vechtlust van Eindhoven in de tweede helft. Vind je dat vandaag zichtbaar was? Ja, zeker. De vechtlust. Alleen in de tweede helft wat minder het voetballende gedeelte. Maar we hebben alles gegeven vandaag. En daarvoor ook de overwinning. Dit is de formule, hè? Ja, dit is de formule. Kun je dat 6 wedstrijden volhouden, nu nog 5? Dit is mijn eerste play-off, maar daar gaan we wel voor. Ja, dan moet je rustig aan... opladen en gaan. Ja, goed herstellen. En voor zaterdag hopen dat het vol zit. Hopen dat die spits voorop erbij is. Ja, laten we het hopen dat hij er weer is. We hebben hem nodig, keihard. Onder in zijn rug, heeft hij wat last? Misschien eventjes wat zalf erop? Ja, of wat deed Kwakman toen? Ja, mosterd dacht ik. Ja, mosterd toch? Dan gooien we de mosterd op als hij er maar is. Vraag even of Boy een potje meeneemt met Volendam. Is die gek? Laten we het doen. Ja, het is een verschrikkelijk cliché, maar je bent jarig op een wedstrijddag in een belangrijk duel en dan hoop je één ding, hè? Ja, gewoon allereerst winnen en als je erin komt een doelpunt proberen te maken. Ja, dat had je nog niet gedaan, dan is het helemaal een bijzondere dag. Ja, zeker. Ik had al voor de play-offs een gevoel, misschien maak je eerst doelpunt in de play-offs. En dat het nu ook echt gebeurt, is prachtig. Ja, neem hem eens mee, hoe ging die? Ja, we hadden een goede aanval op rechts met volgens mij Sammy Bourard, Daryl Yamat en... Nog iemand weet niet meer, maar uiteindelijk zag ik Daryl opkomen. En ik dacht, ik blijf gewoon staan in de hoop dat hij wordt teruggelegd. Dat gebeurde ook en dan is het gewoon niet nadenken, aannemen en schieten. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, natuurlijk word je helemaal gek, gelijk naar het uitvak rennen. En dat de teamgenoten nog achteraan komen, met z'n allen, dat we met z'n allen vieren, is prachtig. Je zegt het al, met z'n allen. Het is ook echt een avond waarin jullie het met z'n allen gedaan hebben. Ja, ik vond dat de jongens ook in de eerste helft deden het gewoon heel goed. We hadden de controle. En in de tweede helft werd er wat meer vechtvoetbal. Alleen, we waren uiteindelijk wel de bovenliggende ploeg, vond ik. En om het dan nog zo te belonen met een laat doelpunt, is heel goed. Jullie lijken de juiste formule te hebben gevonden. Ja, vind ik van wel. Het is, sowieso in de groep is het ook goed, de sfeer. En nu is het gewoon naar zaterdag toe werken. Tot slot, heb je al op je telefoon gekeken? Nee, nog niet. Wat denk je? Dat weet ik niet. Accu leeg? Misschien. Zometeen in de bus. En wat ga je dan nog doen in de bus? Ga je nog een drankje doen? Ga je verjaardag nog vieren verlaten? Of is het echt even de focus op zaterdag? Nee, ik had al vanochtend met mijn familie gevierd. En nu is het gewoon even uitrusten in de bus. En dan morgen even trakteren de ploeg. Even wat taart meenemen. En dan gewoon nagenieten. Was het nou 20 of 19? 19. Ja, man. Wat een heerlijke overwinning in het Hol van de Leeuw. Ja, zeker. Mooie omschrijving. Nou ja, de sfeer is toch ook lekker. Dat doet toch ook wat met de ploeg? Ja, tuurlijk. Kijk, de sfeer met name vanuit de NAC-zijde met supporters was geweldig. Maar als je onze supporters ook hoorde, dat was een gigantisch gevecht. Dus niet alleen op het veld, maar ook tussen de supporters. Ja, was geweldig om mee te maken. Het mooie is dat je die vonken ook richting die spelers ziet gaan. Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben het al eerder gehad over speelwijze en hoe je wil spelen. En wij zijn niet een team dat à la Barça wil spelen. Als we combinatievoetbal kunnen doen, doen we het. Maar we willen zeker de passie wat past bij ADO Den Haag, dat willen we ook op het veld laten zien. En in dit soort wedstrijden was dat ideaal.
En ik denk dat we dat ook terug hebben kunnen geven aan de supporters. Ja, ze speelden allemaal met een leeuwhart, want iedereen kleunde erin. Het was denk ik de formule die je graag wil zien. Ja, zeker, zeker. Dit is ook wat past bij de speelwijze voor ADO Den Haag, denk ik. Je moet je, als het zo in die termen moet, moet je op leven en dood kunnen spelen. En dat deden we vandaag. Dan wordt het uiteindelijk leven. En dan ook nog eens een keer in de allerlaatste minuut. Door een speler die jarig is, mooi cadeau. Dan, als ik naar jullie bank kijk, die klapt uit elkaar. Ja, zeker. Kijk, er is ook een stukje beleid wat erachter zit natuurlijk. Ik heb ook Sascha in de onder 18 gehad. Ik heb hem gelukkig op die manier kunnen meenemen. Ook kunnen ontwikkelen, veel tijd geven om te spelen. Dus ook persoonlijk naar hem toe ben ik heel, heel blij, want hij doet er echt ontzettend veel voor. En er zit er natuurlijk een hele bank vol jonge jongens. Dus die voelen elkaar ja, geweldig aan, dus die steunen elkaar ook daarin. En dan is het geweldig om te zien dat we als één selectie dat doelpunt toejuichen. Wat maakte dat je die eerste fase van de tweede helft, waar je doorheen kwam, wist om te draaien in wat meer kansen creëren voor ADO? Wat deed je daar anders? Ja, ze gingen van 4-3. Dus met vier verdedigers naar 3 verdedigers. En wij hadden moeite met de afvallende bal. Nou goed, dat hebben we wel eens eerder over gehad. Hè? Jong Utrecht, Volendam, lange bal en dan de tweede bal niet hebben. Dus we zagen dat op een gegeven moment gingen zij dus opportunistisch spelen. Waardoor het wedstrijd nog emotioneler werd natuurlijk. Lange bal en publiek erachter. Ja, dan moet je die tweede bal hebben. Dus dat vond ik een beetje uit onze vingers glippen. Ja, doelpunt valt. Ik denk ook uit die situatie. Ja, en toen hebben we een wissel gebracht om in ieder geval die afvallende bal weer terug te pakken. Zij bleven met 3 spelen. Ja, en toen hebben we iemand door de as naar voren geduwd, om het zo even te zeggen. Ja, en dan werd het eigenlijk voor hun gevaarlijk. Want ik dacht, hij gaat hem weer misschien terugpakken naar 4. Nou, dat deed hij niet. En dan krijg je die situatie zoals jij het omschrijft. Dan kan je ervan genieten op dat moment. Ja, tuurlijk. Maar daar zijn wij trainers voor, hè, laat ik dat voorop stellen. Dus hij maakt zetten en dat doen wij ook. En ja, goed, daar zijn wij trainers voor. Op de scheidsrechter wil ik het niet hebben. Jij ook niet, zie ik, want je knikt nee. Nee, dat doen we niet. Dat doen we gewoon niet. Daar heb ik een bepaalde mening over. Het lijkt me beter dat we dat gewoon in het midden laten. Want ik denk dat we dezelfde mening hebben. Verheid en Kiesna eventjes. Verheid was er niet bij. Verwacht je dat hij er zaterdag is? Moeilijk om te zeggen. Je weet dat ik daar wel open in ben. Maar ik kan daar nu echt niets over zeggen. We weten niet precies hoe het herstel zal gaan. En wat heeft Kiesna? Bovenbeenblessure. Dus ik zag hem net, was redelijk, maar of hij zaterdag haalt, ja, dat is lastig.